De afgelopen jaren heeft D66 zich steeds hard gemaakt voor een schoner, mooier en groener Nederland. De eerste paar jaren heb ik daar vanuit de camera meegewerkt en de laatste jaren natuurlijk vanuit het kabinet. En dan zie je wat een verschil het maakt als je als partij, als D66, deel kunt uitmaken van zo'n kabinet. Dat begon natuurlijk bij het klimaatakkoord, ons grote punt in het regeerakkoord. 49% minder CO2 in 2030. Voor het eerst lag het echt zwart op wit vast. En daarna zijn we hard aan de gang gegaan met de uitvoering ervan. En zelf heb ik op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mijn hart voor het milieu kunnen laten zien. Meer fietsen en minder vuile dieselbusjes in de binnensteden. Meer aandacht voor gezondheid door schone lucht. Meer elektrische auto's en laadpalen. Minder verfafval, minder plastic flesjes en blikjes in de berm en de invoering van statiegeld. En natuurlijk heel hard gewerkt aan de circulaire economie. Die economie waarbij we in de toekomst onze grondstoffen opnieuw gaan gebruiken in plaats van ze te verbranden. Zo maakt D66 het verschil in een kabinet. En ik hoop natuurlijk heel erg dat we dat de volgende periode ook weer zullen kunnen doen. Daarom steun ik Sigrid en haar fantastische lijst en het mooie verkiezingsprogramma. En sta ik als lijstduwer op de lijst voor D66. En wat jij kunt doen, deel dit filmpje en natuurlijk op 17 maart stem D66.